Het liefst hadden Wetta de Karrekoes en de projectontwikkelaar gezien dat de gemeenteraad niet te veel zou tegensputteren. Maar de raad neemt de regie over en zal uiteindelijk groen licht moeten geven voor het bouwproject. En voordat de raad dat doet, gaan we ons laten informeren door diegenen die bezwaren hebben, bedenkingen, zienswijzen. En die gaan we met ze bespreken, waarschijnlijk een hoorzitting. Opnieuw enkele maanden vertraging dus, tot teleurstelling van de projectontwikkelaar. We hebben heel veel kosten gemaakt. En als je veel kosten hebt gemaakt, dan probeer je zo snel mogelijk aan de gang te gaan om dat project te kunnen realiseren. En daar moeten we nu mee wachten en dat is financieel heel vervelend natuurlijk. Ondanks de vertraging lijkt het er wel op dat hierachter me de komende jaren een nieuw winkelcentrum zal verrijzen. Een meerderheid van de gemeenteraad is namelijk voor het project. Je zult met een nieuwe impuls moeten komen, zoals toen de Koopgoot dat geweest is. Een nieuwe impuls om die Rotterdammer weer langer vast te houden in het centrum, weer naar het centrum toe te trekken. En ook die mensen buiten Rotterdam weer te verleiden om weer zo'n dagje Rotterdam er tegenaan te gooien. Want uit onderzoek zou blijken dat Rotterdammers de laatste jaren steeds vaker naar andere steden gaan om te shoppen. Er zijn een aantal redenen. Aantrekkelijkheid, bepaalde winkelformules. En je moet zorgen dat die Rotterdammers hier in de binnenstad veel meer euro's gaan uitgeven. En Forum Rotterdam met winkels, horeca en misschien wel een museum en een bioscoop moet ervoor gaan zorgen. De vrees van ondernemers in de stad voor leegstand is dan ook niet terecht, zo is te horen in het stadhuis. Ik denk dat uiteindelijk de winkeliers op de Binnenweg en op de Karel Doormanstraat baat hebben bij dit project. Omdat er meer mensen naar Rotterdam komen om hier te winkelen. En dan pakken ze ook die straten mee. Als je nu in het centrum rondloopt, op die toplocaties, waar zie je leegstand? Ik zie het niet. Dus die vrees voor leegstand, ik begrijp het wel, maar hij is niet reëel. Voor de zomervakantie moet een definitief besluit zijn genomen over Forum Rotterdam.